Nou, een gameverslaving. Ja, ja, ja. Ik heb zoiets van dat het bestaat tegenwoordig, hè. En bij verslavingen denken we gelijk aan drugs of alcohol. Aan dat soort verslavingen denken we dan. Maar aan gameverslaving? Hè, ik weet nog toen ik jonger was. Ik denk dat het ook bij de ouders ligt. Het ligt 90% bij de ouders. Want als ik naar mijn opvoeding keek, was het heel simpel. Mijn vader die zei tegen mij, Steven, jij krijgt van mij een spelcomputer. Ik dacht, yes, een spelcomputer. Vervolgens zei hij, maar er zijn wat regels aan verbonden. Ik zei, oké, pa, wat zijn de regels? Zodra je cijfers dalen op school, dan pak ik de PlayStation af. Ik dacht, het zal wel meevallen. Mijn vader was behoorlijk streng. Dus ik game zoveel dat mijn cijfers achteruit gingen. En mijn vader die zei dus, oké, op het moment dat je cijfers omhoog gaan, dan krijg je van mij je spelcomputer terug. Dus wat deed ik toen? Ik gaf er gas op school, want ik wilde mijn spelcomputer weer terug. En zo deed ik destijds. En ik kon ook bonuspunten verzamelen. Hè. Mijn vader die zei tegen mij, als je extra goed je best doet en je scoort extra hoge punten of doet je best op school, dan mag je een uurtje langer gamen. Zo, ik dacht een uurtje langer gamen, potverdomme. Maar mijn vader had ook van die haviksogen. Dus elke keer als ik aan het gamen was, en het was 2 minuten over, stond hij daar als een soort referee. Die scheidsrechters referee bij het tennis, weet je wel. Met die Hawkeye stond hij al te kijken op het moment van, is die niet langer aan het gamen? Dus het ligt bij de ouders. Dat is mijn gouden tip. Let gewoon op je kinderen.